Wil jij met hun praten? Ja. Oké. Hoi, ik ben Soeien. En ik ben mijn mama's vlog aan het kijken. Doei. Zo, hey allemaal, goedemorgen. Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Afgelopen zaterdag ben ik natuurlijk live geweest met YouTube bij Paul King. En sindsdien heb ik Call of Duty geïnstalleerd op mijn computer. En ik zei tegen Kevin, ja, kan je hem eventjes voor me installeren, dat hij het even doet, want ik snap het niet helemaal. En sindsdien is Kevin zo'n beetje verslaafd, of tenminste verslaafd. Hij vindt het heel erg leuk om te spelen. Dus hij is natuurlijk flink aan het oefenen en zo, zeg maar. Zometeen gaan we ook eventjes naar de Intertoys om een goede headset te kopen, zodat ik goed beter kan communiceren met andere teams. En voor mij om Just Dance te halen. Dus ik ben blij. Maar eerst ga ik heel even snel een shake drinken. Ik merk dat ik best wel wat ben aangekomen door corona. Dus niet door corona, maar doordat we thuis zitten, niet meer zoveel bewegen. Meer bestellen. Ik heb ook niks meer in huis, dus ik moet ook even boodschappen doen ergens vandaag. Dus ja, ik ga even een shake pakken. Daarna ga ik sporten thuis samen met Zoe. Gewoon voor de tv even flink knallen. En dan denk ik even naar de winkel. Dus. Ja, Zoe, wat gaan we doen? Nee, die zijn van mij. Die jij of die? Die daar liggen. Weet je nog? Zijn we er klaar voor? Ja, wat? Gaan we sporten. Sporten! Wij gaan sporten! Sporten kan niemand met me afnemen. Zoals ik al zei, ik ben best wel wat dikker geworden. Ik heb gesport. Ik ga alles weer even naar de oude staat indelen hier. Dan ga ik even douchen en boodschappen doen. Sweetie. Oké, ik heb net de koelkast een beetje uitgeruimd. Dus alles wat over datum is, heb ik allemaal weggegooid. En toch was dat meer dan dat ik dacht. Dingetjes die je zelf nooit gebruikt, die helemaal achterin staan en zo. Ik ben natuurlijk bezig met afvallen, dus ik wil een beetje opletten. Maar in de winkel zie je natuurlijk zoveel lekkere dingen. Dus een tip vanuit mij, als je ook moet opletten. Ik heb een lijstje gemaakt met alles wat ik nodig heb. Er staat geen snoepjes op, geen chocola, want daar hou ik toch sowieso niet heel erg veel van. Dus die neem ik mee naar de winkel. En een pen om af te strepen en dan kijken of ik met alles terugkom. Zonder te veel extra's, want ik heb een beetje honger. En dan is dat eigenlijk geen goed idee om naar de winkel te gaan. Maar goed, ik heb bijna niks meer in huis, dus ik moet wel naar de winkel. Dus wish me luck. Yes, op naar de winkel. Kijk eens wat wij hebben gekocht. Ja. Yeah. En welk spelletje is dat? De dansmove. Dansmoves, hè? Jee, kan je een beetje dansen? Kan je een beetje dansen? Zo, ja. Is dat al dansen? Ja. Dat heb je toch allemaal in je haren gesmeerd? Mama, dat had ik niet in mijn haren. Oh, wie dan? De buurvrouw? Ja. Oh, oké. De buurvrouw. Wel de buurvrouw dat gedaan? Mm-hmm. Kom eens hier. Zeg maar, stoute buurvrouw. Man vrij vroeg van. Zeg maar tegen de politie. Tegen de politie? Nee, tegen die dag. Wat moet je ook weer wat beter doen, Zoe? Luisteren. Luisteren? Hm? En dat doet geen pijn. Gelukkig.
Ik probeer het ook heel goed vast te houden. Maar je moet wel echt wat beter gaan luisteren. Nou, is weer een beetje oké. Zo. Wat krijg ik van jou, en? Oké. Oké, we gaan even kijken hoe die werkt, want ik heb hier het spel dus gekocht. Ja! Maar ik heb dus al zo lang niks meer met de PlayStation 4 gedaan, dat ik niet eens weet hoe die open gaat, zeg maar. Of hoe, waar ik de reden in moet. Maar mama, ik kan hem wel openmaken. Nee, ik heb het over de PlayStation. Dus ik ga het eventjes uitzoeken. Doe jij met hem praten? Ja. Oké. Hoi, ik ben Zoeën. En ik ben mijn mama's vlog aan het kijken. Doei! Jij bent mooi, jij bent mooi. We zingen van buiten. Jij bent mooi, jij bent mooi. We zingen van buiten. Jij bent mooi, jij bent mooi. We zingen van buiten. Jij bent mooi, jij bent mooi. Nou, kijk of het is gelukt. Oh. Wat had je gedaan? Nou, ik heb de cd erin gedaan. Ja? Ja, mama? Ja, zo. Waar ga ik in? Ik werk dit. Ja, ik weet niet of deze wel opgeladen is. Even opladen. Waarde is dat we de controle die we sinds maart hebben bereikt in deze fase weten te verankeren. Dat is de cijfers over de ziekenhuisopname en de intensive care bedden onder controle blijven. Oké, nou, jullie hebben natuurlijk Rutte allemaal gehoord. Pas vanaf september mogen de sportscholen open. Nou weet ik niet of wij als dansschool ook echt onder sportschool horen, zeg maar. Of wij bij sportschool horen. Maar dat is dus tot nu toe. Dus dat is fijn, maar niet heus. Dus wij moeten doorgaan met de online lessen. Is op zich natuurlijk geen probleem. Maar ik merk helaas dat er toch wel wat mensen ook afmelden in verband met corona. En ja, dat is natuurlijk niet zo fijn, want als iedereen dat doet, dan weet ik niet of wij nog door kunnen gaan, zeg maar. Want ja, iedereen heeft natuurlijk alle kosten elke maand. Maar goed. Just Dance heb ik gedownload, gespeeld ook, gaat supergoed. Ik ga nu eerst even eten maken, daarna ga ik jullie het laten zien. Beetje mixed feelings hier. Ondertussen is Kevin. Just Dance aan het spelen. Wat zei je? Dat is goed lekker, mama. Had ik goed gekookt, zei je? Even kijken wat ze heeft. Watermeloen. Nou, heb ik goed gekookt. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Doei. Doei. En wat eten wij? Kip, brood en dit. Eet smakelijk. Ja, en kijk eens even naar mijn koelkast. Weer helemaal netjes gevuld met merendeels gezonde dingen, gelukkig. Kevin is nog steeds Call of Duty aan het spelen. Ik ben nog even bij Paul King in de livestream geweest. En ik ga nu eventjes een boterhamworstje bakken voor mijn hondje. Of ja, niet echt zelf maken natuurlijk, want ik heb het gewoon gekocht in de winkel. Maar hij heeft medicatie nodig, omdat hij dus vaker last heeft van epileptische aanvallen. En ik merk dat hij zo best wel wat stress ervaart, zeg maar. Als bijvoorbeeld mensen met een deur gooien. Of ze gooien spullen zeg maar, van boven. Weet je, soms valt er wel eens iets om. Of leggen ze de platen hard neer. Of iets in die richting. Dat kan hij niet zo heel erg goed aan. Dus krijgt hij nu een soort van kalmeringstablet of zo. Maar op zich reageert hij wel goed op. Hij is wel wat rustiger, wat kalmer. Normaal gesproken, als er al één ding gebeurt, is hij helemaal trillend aan het shaken. Zo leuk hoe ik dat altijd voordoen. Ja, top. Maar omdat hij de medicatie niet echt zelf pakt, zeg maar. Ik kan niet zeggen, hier heb je een pilletje, dat is goed voor je. Als ik hem achterin een strot duw, dan gaat hij ook met zo via de zijkant eruit. Dus dat doe ik hem nou stiekem in zijn noorsje. Zie je hem? Nou, is hij hem niet echt. En dat heeft ze dus niet door, want dat doe ik echt al een week of zo. Kijk. En hij staat er gewoon om te zeuren. Kijk eens hier. Alsjeblieft. Dat is met medicatie. En zonder. En zonder. Alsjeblieft. Ja. Hier zijn de pilletjes.
Oh ja, en ik moet zeggen, als je me een berichtje hebt gestuurd via Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, of course. Sommige mensen hebben ook mijn nummer. Echt super, super lief. Maar mijn hele telefoon, ik weet niet, mensen zijn zo fanatiek. Ik heb echt super lief zoveel berichten gekregen. Echt super, super, super dankjewel. Echt zo ontzettend leuk. Maar ik kom er gewoon niet naartoe om dat terug te sturen. Dus ik moet me er echt even voor gaan zitten. Ik ben niet moe voor de rest. Zoe die is morgen weg. Die gaat even naar de kinderboerderij. Dus dan heb ik het rijk een beetje voor mezelf. Kevin zal vast gaan gamen denk ik. Of werken. Geen idee. Dus dan ga ik eventjes kijken op mijn Instagram Messenger. En weet ik veel allemaal. Even zoveel mogelijk mensen terug te sturen. Ik ga nu lekker op de bank even tv kijken. Of All You Need Is Love. Of iets wat erop is. Of mijn serie. Ik kijk Grey's Anatomy. Superleuk. En daarna slapen, want om 7 uur morgenochtend komen ze weer bouwen. Ben zo terug. Daar ben ik weer. Ik moest even een zakje halen, want de boterhamworst heb ik opengemaakt. Dus dan doe ik dat daarna ook in een zakje. Blijft hij net iets langer goed. Het worstie in het zakje. Nou, ik ben best wel een beetje moe geworden. Nee, is goed. Veel plezier, Kev. Fijne avond. Nee hoor, maakt me niks uit. Ja, alles gaat nu weer over corona, 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 corona. Ik zweer het hè, als je gewoon een spel wil spelen en snel zat wil worden, kun je het beste gewoon per keer dat er in het nieuws corona of zo naar voren komt, een shotje nemen. Dan ben je er zo. Ach ja. Lieve mensen, ik ga even lekker genieten van mijn eigen avondje. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot volgende week zondag. Doei. Kus voor jullie.